En toen we beneden waren, dus ik voel bij mijn oor, dan haal ik dit zo uit mijn oor. Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good Life. Een hele goede middag allemaal. Welkom weer in de nieuwe vlog van Good Life. Ja, en we zijn hier natuurlijk met meneer Extreme Rides. He? Nou, we zijn nu op hotelkamer. We hebben ons lekker even opgefrist. Want we hebben al 6 uurtjes in de auto gezeten. Want we zitten in Duitsland. Ja, jongens. Nou, we gaan hier namelijk 2 pretparken doen in de buurt. Hansapark en Heidepark. We zijn dus 3 nachten in Duitsland. Ja, 3 nachten zonder kindjes. Ah! Voor mij de allereerste keer, ik ben er zo vaker weg geweest. Ja, 1 nachtje, dat hou ik wel vol, want nu zijn het 3 nachten. Dus vandaag gaan we het wel uithouden. Maar morgen en overmorgen gaat het toch wel heel spannend worden. Zielig voor mij, ja. Al jullie moeders leven nu met mij mee, of niet? Jullie vaders lachen, maar de moeders niet, hè? Nou, als volgt. Ruben gaat reviewen voor Extreme Rides. Ook daar kunnen jullie op abonneren. Uiteraard doen. Ja. Duimpje omhoog. Oké. Okay. En ring de bel. Ja, voor jou, hè? Ja, voor mijn eigen kanaal maken, ja. Tuurlijk. Nou, en ik ga filmen, vloggen, hè, zoals wij dat allemaal gaan noemen. Hoe Ruben zijn werk gaat doen. Ik film mezelf wat. Ik film Ruben. Ik laat jullie zien wat we het hele, al die 3 dagen gaan doen. Dus ik zou zeggen, ja, kijk vooral mee en kijk vooral door. Dan zal jij zien en horen wat we doen. Wat wij gaan doen. Ja, we gaan hier slapen, want we hebben dus 6 uur gereden. Ja, welterusten. Hallo. En dan gaan we morgenochtend gaan we direct als eerst naar Hansapark. Hansapark is een van de grotere pretparken hier in Duitsland. Die ligt helemaal naar noorden. Heidepark iets te onder. Maar wil je de hele review zien, check even Extreme Rides. Zoals Melanie net zei, we gaan hier alleen even achter de schermen kijken. Oh, wat een grapje. Wordt het zo de hele weekend? Oh. Maar vanavond gaan we ons eerst even bezighouden met wat films, Coca-Cola en chips. Ik zou zeggen, jongens en dames, tot morgen! Goedemorgen allemaal. Zo, de eerste nacht moet zeggen, zoals ik al zei, dat gaat makkelijk. We hebben de hele avond Netflix gekeken, nou wat geslapen. Moet zeggen, aardig bedje hebben we hier gehad. Dus daar viel ook nog wat mee. Nou, alles weer netjes ingepakt. Zonder kinderen gaat het behoorlijk makkelijk. Want het is allemaal relaxed. Voor mijn doen is het relaxed. Dus we gaan nou gauw beneden in broodje eten en dan gaan we naar het eerste pretpark. Dan gaan we starten voor vandaag. Yippie! Zo, ontbijtje zit erin. Nou, met de kinderen gaat het natuurlijk een stuk langzamer dan normaal. Dus nu gaan we op vertrekken naar Hansapark. Yeah! Hè, heb je er zin in, meneer? Zeker. Yippie! Ik ben altijd invoer bij Hansapark. Nou, dan gaan we weer lekker vertrekken, hè? En zo staan we alweer voor Hansapark, dames en heren. Ja. Ik zou zeggen, welkom in Hansapark. Hey schatje, heb je dat gezien? Nee. Hier is er ook echt Pokémon in. 3 Pokémon-stops en ook Pokémon Gems. Dus grappig, bij ons is volgens mij lang uit, of niet jongens? Geen idee, wel, nog gespeeld. Niet joh? Oh, ik wel. Ja, ik loop met alles mee, dus het scheelt hè. Om een beetje bij de les blijven. Nou, en eventjes wachten tot Ruben er vanaf gaat. Volgens mij komt hij er nou aan. Dan gaan we een stukje filmen.
weer. Gaat hij er een keertje vanaf met de onderwatercamera, komt hij boven. Ha, Willy. Kan hij nog een keer. Dus we zitten lekker in het zonnetje zoals jullie zien. Heerlijk. We gaan even wachten dat hij er nog een keer af kan. Dan gaan we hem nog een keer filmen. Gezellig, hè? En dan gaat hij weer. Wat zijn we dan? Ik zeg, een pretparkje is wel leuk zonder de kids, maar aan de andere kant, als Ruben dan ergens in zit te wachten, is het toch wel behoorlijk stil hoor. Dus, maar ja goed, je kunt niet alles hebben. Des te blijer zijn ze dadelijk als ze me weer thuis zien. En dan is het weer knuffelen knuffelen. En schatje? Nat. Hoe vond je de rit? Nat. Ja, ben je nat? Nat. Daarom deed ik hem dus niet, hè? Makkelijk hè? Ja, jij makkelijk, ja. Ik heb makkelijk lullen. We filmen wel gewoon wat, veel leuker. Melanie heeft vaker last van de oren, daarom schreeuwt ze ook vaak in de reviews. Ik heb een operatie oor. Kijk, ze heeft een flink gat. Ja. Flink gat van beneden, een flink gat in de oor. Kijk, als je dat oor bekijkt, is het gat minder groot, zien jullie dat? Kijk, hier kan ik niks doen, maar hier kan ik dus een hele vinger naar binnen duwen. Dus, wat heb jij, je stambeeld of je steenbeeld, wat is het? Nou, aanhoudbeeld? Bij mij groeit iedere keer een soort van polyp in, hè? En dat moet dus iedere keer wegknippen. Dus daar hoor ik ook minder door. Eigenlijk moet ik het zelf, dat Jelisje ook één oorapparaatje, maar dat durf ik niet aan, want bij mij wel het implantaat. Maar nu gingen we juist in de achtbaan, ja. En ik hoor een gekraak in mijn oor. Uurtje ging zeilen, mogen je bleef even hangen en ik wist het. Heel vreemd gevoel, want meer omlaag vallen. Voel ik allemaal geknetter, ik denk een beetje vreemd. En toen we beneden waren, dus ik voel bij mijn oor, dan haal ik dit zo uit mijn oor. Nou, het is zeker toch al een 1,5 centimeter. Is het een steen? Ja, het, volgens mij is het wat versteend, is in mijn oor. Maar verrek, mijn gehoor is. Het hard, is het nou, het is. Hoe ruikt het? Ja, het ruikt niet. Hoe smaakt het? Ja, grappig. Maar het is best hard, het is zeg maar knoerig. Of gesproken oorsmeer? Ik denk zoiets. Dus... Hoeveel vaak die oren schoon maken? Die nou, ik heb wel weer de schrik in mijn liggen. Maar ik moet zeggen, de laatste tijd praat en ik weer heel hard. En ik had gewoon geen gehoor meer. En dan zei ik tegen hem, joh, ik hoor je niet, praat wat harder. Ja, ik moet zeggen, eerlijk is eerlijk, mijn gehoor is beter. Beter. Ja, gek hè. Maar ik ga toch wel even een afspraak maken bij de KNO, want... ja, dat lijkt me toch echt niet... niet gezond. We gaan een opje erin, misschien komt er nog wat uit je andere oor zetten. Ja, dat is een gezond oor. Lijkt op een pinda. Als je het zo bekijkt. Lekker pindasaus, doet in een pannetje. Dit is wel een attractie voor ons, dames en heren. Spelen met water. Kijk, je hebt kanonnen. En dan moet je elkaar nat maken. Nou, Melanie probeert het al. Ik zal het even een keer goed doen. Ja, vol! Wil je bang worden of zo? Water! Wil je bang worden? Vuur! Het was leuk, tussen die tieten.
auto. We zijn onderweg naar ons hotelletje. We hebben helaas niet veel kunnen filmen, niet veel kunnen vloggen. Waarom niet? Omdat je op de attracties gewoon absoluut niet vloggen mocht. Wat we wel gedaan hebben, zijn een paar leuke achtbanen. Ja. Waarvan, ja, zeg jij al. Ja. Ja, wat is er nou ja aan? Oh, hij gaat vertellen over die achtbaan. Met die, ja. Nou ja, goed, er was één achtbaan, dan ging je de stijl omhoog. Ja. En op een gegeven moment kreeg je een vrije val omlaag. Nou joh, het hart sprong gewoon in mijn keel. Helemaal. Wat niet? Hij zat naast me. Ja? En hij viel stil. En ik zei al, hij heeft een technisch probleem. Ja, meen je dat nou, zegt ze? Meen je dat nou? En ondertussen ging je echt zo recht omhoog te kijken. Ik zeg, ja, maar ik wist, er zit een vrije val in verwerkt. Dus we zitten een pikken donker in die toren met de neus omhoog. En dat ding valt stil. Dus ja, Melani zegt, ja, nu dan en nu dan. Ik zeg, nou worden we geëvacueerd. Ja. Maar op een gegeven moment voel je dat systeem moet opgezet worden. Dus op een gegeven moment gaat die veiligheidsspan, die gaat eruit zeggen, we're klaar voor lancering. Dan merk je, dus op een gegeven moment zegt hij, tak. Nou, je had hem moeten horen, Normaal, ik ga dood! Normaal lach ik als meiden zo doen. Dan denk ik, ach joh, meisje, toch sta je niet zo aan. Nou, dit keer, ik was zelf zo. Ja, het is zonde dat ik te filmen, want ik denk echt, nou, echt prachtmatig. Ik wil zeggen, ik denk als je dat had kunnen filmen, hoe mijn reactie was geweest. Nou, dat was goud waard geweest. Ja, echt. En dan nog, dan gingen we weer naar boven. Want dat ding zit je beneden weer stil, dat rempje af. En dan laat je weer opnieuw optakelen. Dus je wordt opgetakeld en valt naar beneden in de donker, dan wordt het opgetakeld. Maar als je dat natuurlijk voor de eerste keer doet, hij valt stil, je valt naar beneden. Je weet totaal niet wat er aan de hand is. Je bent schrikken. Waaronder dus Melani. Maar die tweede keer, ja, ik wil niet meer naar boven, ik wil niet meer naar boven. Nou, jullie kennen Melani een beetje, omdat dat hoe ze is. Ja, joh, echt zonder dat niet van veel. Ach, maar ik heb wel weer een angst. Ik heb toch weer een angst overwonnen. Ja hoor, je hebt een angst overwonnen. Yes. Ja, we gaan naar het hotelletje. Ja, eten. Zonder de vrije bal. Ja, nog een televisie kijken, douchen. En het voorbereiden weer morgen. Dan zien jullie ook weer wat van. Zo. U had een knappe gigolo besteld, mevrouw. Ja. Ja. Mooi, hè? Nou, ik lig hier voor u klaar. Zo, €100. Kijk eens, dus mam zie een kamertje uitzoeken. Ach, goed, krijgen we dat 2 dagen. Dat is het toch wel mooi, hè? Ja, ja, wat een hotelletje in Parijs had ik uitgezocht. Dat is niet zo'n kwaliteit. Nee, weet je wat leuk aan dit is? Ik druk dadelijk een knopje en de rolluiken gaan daarom dicht. Oh, wat mooi! Fantastisch, hè? Ja. Nou, weet je wat ik ga doen? Daar, dat bureautje mag je filmen. Daar ga ik zitten en daar ga ik werken. En weet je wat ik ga doen? Lekker op mijn poephuisjes zetten. En mijn boodschap even doen. Ik ben blij dat je zelf je eigen grap het leukste vindt. Poepje, lachen! En hoe valt het poephuisje? Ja, goed, het is jammer dat de mensen hier kunnen ruiken. Godzé, alsjeblieft. Wat een geur, trek die deur dicht. Meneer de Gigolo zei hij, ja? Kijk hem daar liggen. Hij ligt al onderhand te pitten. Die €100 ga ik morgen wel wat verkopen. Hou ik fijn in mijn eigen beurs. Nou, dan ga ik deze vlog maar afsluiten voor vandaag. En dan ga ik ook mijn ogen maar dicht doen, zoals meneer hier naast me al ligt. Want ja, morgen hebben we weer een lange dag. Morgen gaan we weer de rit parken. Ik zou zeggen, tot morgen. Welterusten. Mwah. Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht en mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel!